Welkom mensen, Mark hier en fijn dat jullie weer zijn bij een Ultimate Team of Season video. Wat echt de ultieme zweetweek wordt. Als het gaat om het spelen van deze game. En natuurlijk vooral het spelen van Wicked League in deze game. Want naast wat alles wat in Pack zit, ik bedoel, kijk alleen al rechts onderin je scherm op dit moment. Dan weet je al genoeg. We krijgen meer en meer. Dan duik je omhoog op deze video en zou je enorm helpen. En de reden dat ik zeg dat dit waarschijnlijk de meest zweetere week wordt, buiten wat het normaal gesproken om is, is net als bij Prem komen heel veel mensen hiervoor terug. En nog meer dan normaal tijdens Tots, want het is de ultimate week. Kijk, like alles tegelijk zit in Packs en dat trekt mensen. En nu heb ik er nog wat bovenop gedaan, want als jij kijkt bij uh, dan moeten we ietsjes naar onder, Tots Champs Bonus 2. Bij 8, 10, 12, 14 en 16 wins krijg je bonus player picks. 8 is Bundesliga. Uh, 10 is Serie A, 12 is Liga, 14 is Premier League en 16 is La Liga. En voor de groep krijg je dan nog een tot guarantee pack. Nou, ik ga het eerlijk zeggen. Ik ga je kaart mijn best voor doen. Ik ga waarschijnlijk niet 16 halen. Ik ga het proberen. Ik ga niet kunnen claimen dat ik het niet geprobeerd heb. Maar ik weet niet of het me gaat lukken. Maar om überhaupt kans te maken hierop, probeer ik wel gewoon al mijn packs te openen. Met toch de gedachte van. Misschien krijg ik wel iets goeds. Misschien niet. you know. Engeland moet hem eigenlijk winnen. Nee, Frankrijk. Het antwoord is altijd Frankrijk bij dit soort vragen. Ik snap niet waarom hij voor Ola neemt. Ik bedoel, het zijn allebei geen goede keepers. Het zijn allebei waterdragers bij het Nederlands elftal. Dus het zijn derde keepers, you know, who cares. Ze zijn er in het geval van, mocht de eerste keeper gelabisseerd raken, dan heb je een nieuwe backup keeper. That's it. Mag ik trouwens zo meteen even live op stream gewoon huilen? Like, vanwege hoe slecht mijn packluck is. Engeland heeft Southgate. Ja, onder andere. Duitsland gaat winnen. Oh, dat vind ik moeilijk te zeggen. You know, ik denk dat ze met Nagosman een geweldige coach hebben. Maar. Bijlo zal wel spelen omdat hij in de Eredivisie. speelt. En Koeman het. Nee, bro. Ik, ik, ik hou van negatieve energie. En het is vaak terecht. Zeker over Koeman. Maar Bijlo gaat niet Kijk, Het gaat gewoon niet gebeuren. Oh, dit is gewoon geen blue, weet je wel? Lijkt, dit zijn niet de slechte playpicks ooit. Maar. Ik heb er nu 16 hiervan gedaan. En mijn hoogste is. 89 was het net. Right, 85-3. Geen blue. Kroat, Modric. En dan nog iets erbij. Oeh, 85 plus keer 10. Geen blauw, uiteraard. Duits. Pop. Pop en. Het zou grappig zijn als dit mijn enige was. Is het gelukkig niet. Pop en. Wie krijg ik hier nog meer? Hopelijk iets goeds. Dat is hetgene waar ik. Bernardo Silva. Oh, en de dubbele trend. Nou, dat is het enige al. 86 graded 10 voor een live TOTS guarantee. Kans is heel groot dat ik Otto krijg, maar je moet dit geprobeerd hebben. Maar live TOTS guarantee? Waarschijnlijk Otto Mandy. Uh, Amerikaans? <laughs> Weaver. <laughs> Natuurlijk is het it Weaver. Het is altijd Weaver. 91 graded. Right, 83,5 dan, om het goed te maken. Nee, zeker niet. Argentijns, CM, Enzo Fernandez. 583's, Ja, die voel je wel, hoor. Nou ja, dan gebruiken we dus de dubbele kaarten voor, uh, voor Sofia Huerta. 92 rated rechtsachter. Uh, goede stats. Ja, goede... ja, het is makkelijk om te voltoen. Het is een 83 rated team. Waarom zou je dat niet doen? Uh, ze heeft immers goede players dat plus 4-4 wel een dingetje, maar like... Whipped plus, intercept plus, relentless plus. Heerlijk. Kleine no-brainer. Ik ga voor de zekerheid mijn opname aanzetten in de hoop dat ik een blue. Krijg. Oké. Okay. Norse. LW. Raiten en een ander an dus. Oké, okay. Raiten en wie. Wie krijg ik? Kom op. Een goede. Please geen Koulibaly of zo. Kom op. Wie? Hemp. You know? What? I'll take it. Ik weet niet hoe de voornaam is. Het kan me ook niet heel veel schelen. Want. We hebben er eentje. 5, 4. Goede voor... Als je van voorzet houdt, is ze insane. Leuk om te hebben. Na die paar packs, na die paar kaarten. Zit de tonen natuurlijk een beetje in. Like, Hemp is een goede kaart die ik zeker wel zo kan gaan gebruiken. Wil ik ook zeker wel proberen. Maar om natuurlijk een beetje voortgang te maken in die cup, moeten we natuurlijk. Sorry, niet die cup, de wicket league dit keer. Moeten we alles pakken wat we kunnen pakken. Dus we hebben ook die Sojer. Die gaan we automatisch unlocken, natuurlijk. Een NFN RBA-kaart 92. Ik ken een goede kaart. Oprecht weer een goede kaart voor een rechtspack. Alleen, ja, de meeste mensen hebben al beter. Wat terecht is natuurlijk ook. Deze cup hebben we ook gelijk op stream afgerond. Uh, het was me een ervaring. Laten we het daarop houden. Het, uh, het was me een ervaring. Nou, wat we ook hebben, wat misschien voor deze hele promo interessant is. Mensen verwachten... Ik zie sommige mensen, sorry. In Discord zag ik iemand zeggen dat hij hoopte op vanavond Royce en uh, Kroos. En de Van vanwege de Champions League finale natuurlijk. Want we hebben al en de Van content. Naast natuurlijk die objective dan. Hebben wij ook uh, Thiago Silva voor ongeveer... 450? Ergens tussen de 450 en 500 schommelt hij een beetje. Dit, dit is waarschijnlijk een uitstekende kaart. Ik denk wel dat voor 450 aan 500 dat sommige mensen wel andere opties hebben. Maar hij was in het begin van dit jaar een van de eerste kaarten met Anticipate Plus op zijn Rare Gold. En hij was toen al insane, toen hij echt geen Pace had. Het enige wat deze kaart, naar mijn mening, kilt. Is, de, de, is, is het gat tussen acceleration en sprint speed. Ideaal gezien wil je die twee, ve, twee waardes wat dichter bij elkaar hebben. Is wat ik dan wens te zeggen. Maar ik denk wel voor 450 en voor Chelsea, Wenzel, Brazilianen. Hij linkt veel makkelijker. Uh, het is een goede kaart in dat opzicht. En dan hebben we een tweede. Namelijk, wij hebben ook uh, Felipe Andersson. Weet niet waarom hij een en of verdient, Zo goed is hij niet in het echt. Maar Powershot plus, um, uh, Whipped plus, Rapid plus. Finesse shot normaal. 5-4 hoog-hoog. Uh, voor 115k ongeveer. Like, ik denk dat dit zo'n goede SPC is om te zeggen: uh, Als je op een gegeven moment wat folder kwijt moet, is dit een goed eentje om te doen. Al is er maar als wissel. You know, dat, dat soort spelers die aanvallers zijn, maar die ook kunnen verdedigen. Dat is wel flink wat waard. Nou, we hebben ook nog een team of the week player pick. Want team of the week player pick is waar ik de afgelopen tijd uh, continu mijn goals in recycle. Waar ik eigenlijk verder niks mee kan. Dat lijkt mij dan op zich wel de verstandige keuze om het zo te zeggen. En ik zeg vooral verstandig omdat ik niet elke keer 82 reddits en 83 reddits zomaar weg wil gooien. Dus dan gooi ik ze in een team of the week player pick. Nou, ik krijg hier Bastoni. Wat betekent dat mijn 85 plus keer 2 absoluut stinkt in dat opzicht. En dat, die toon is een beetje gezet. Ik, die, die, ik liet die 83,15 zien dus er straks. Om een beetje aan te geven: van... oké, okay, dit zijn dus de packs hoe ik ze krijg. Nou, 84,2 is Kelo Navas als hoogste. Wat ik niet het einde van de wereld is. Maar het is niet echt uh, iets waar. Ik kan er niet echt maar mee voor een huidige SPC, laat ik het zo zeggen. 83,3 is wederom. Ik bedoel, het kan Duits zijn, dus het kan van alles zijn, maar. Het is Frooms Gabriel en Jorginho. Ik bedoel, leuk dat ik Arsenal spelers krijg. Maar verder kan ik er niet wild veel mee. Twee Tots, sorry, drie Tots guarantees. Maar ook een 83 plus keer 20. Wat geen blue is. Het is Uruguayans, centerback, um, uh, Araujo als enige walkout. Ja, dat is een, uh, een dingetje. Dus dan lever ik hier mijn laatste set dubbel in van de paar die we net kregen. En dat doe ik dus gewoon weer een Team of Week Player pick. Want dat is gewoon voor mij uh, de beste plek om die kaarten kwijt te kunnen als het gaat om dat soort vodden. Plus, ik heb nog veel meer. 83 ratings. Dus dan kiezen we hier uiteraard Onana. Want uh, de rating boeit eigenlijk niks. Like, de, enige rating, de enige reden dat je voor de rating kiest hier is om gewoon te zeggen dat je bepaalde SPC's nog makkelijker maakt. Maar nu hebben we natuurlijk nog drie TOTS Guarantee Packs. Nou, ik open dit tot ik een duplicate krijg. Het zou anticlimactisch zijn als het de eerste al is. Uh, het is niet de eerste. Dat is namelijk Sheath. Die heb ik ingeleverd, wil ik zeggen, destijds. En dat heb ik. Plus, dat is een TOTS live kaart, Dus, mochten we nog een keer die live upgrade krijgen, dan kan ik hem in ieder geval doen. Of ze doen misschien de volgende keer een plus upgrade. Dat zou ook kunnen. Dit keer is het Spaans. Het echt. Nee, het is Pedro. Nee, het is Martin. ze ook heet. Aston Martin. Wat zo ook is. <laughs> Martin Prieto. Dat is haar, uh, haar naam. En dan nog de derde. En de derde is weer een Moments. Het is Oostenrijks. Naschenweng. En die heb ik, geloof ik al. Um, nee, had ik al. TOTS Plus. En uitstekende kaart. You know? Nou nee, ja, grapjes. Ze is, is wel goed, maar like voor een 94 rated verwacht je op sommige plekken meer. Maar dat is gelukkig niet het enige om nu op te letten. Dat is wel een dingetje. Kijk, we hebben natuurlijk nog die andere packs en die ga ik zeker openen. Maar ik denk het ook iets dat de aandacht verdient uh, vanaf Ultimate Tots nu is natuurlijk de. Na, na, naast de Champs Corner, like hier kun je bijvoorbeeld je in doen. of zoals je in het voorbeeld ziet, je Zaier Emery. Maar je hebt ook deze Tots Glow-Up. En. Kijk, de eerste kanttekening hier die ik ook al gelijk op Discord zag, mensen die dan zeggen: Oh, weet je, vanwege uh, hoe ze dan ook in-game spelen. Shitkaarten, bla bla bla. Maar like, als je bijvoorbeeld kijkt, ik noem even Saibadi als voorbeeld. Je kunt een 70 graded, kun je 95 graded maken. Met goede... Je moet waarschijnlijk wel een middenvelder nemen of iemand die middenvelder kan. Gezien de playstyles. Like, dit zijn playstyles die ideaal zijn voor een middenvelder. Misschien een aanvaller. Uh, maar het is gewoon leuk om te zien. Kijk, dan heb je een 5-5 Saibadi. Weliswaar met normaal, normaal. Maar ik denk, in het kader van funfactor. Is dit ga je om te hebben? In mijn opinie lijkt leuke playstyles. Kan het beter? Sure. Maar ik bedoel, kijk, het ding is met zilverkaarten waar ze beginnen is, die gaan nooit de beste playstyles hebben. Ik denk, dat is gewoon een dingetje. Maar je kunt nog steeds een paar heel zieke kaarten maken. Want als je kijkt naar, kijk, center is minder ideaal dan omdat hij dan een, een centerback is. Dan heb je minder aan die playstyles. Maar dan kijk je in game. Dan denk je, nou, je kan je leuk gebruiken. Stel je bent uh, NEC fan of wat dan ook. Ja, dan is dit handig voor jou, denk ik. En ik denk dus daarom ook dat dat wel gewoon een goede, goede is om te doen. Nou, een paar kaarten die ik nog wel even wil lokken voordat ze verlopen. Is dit op termijn. Like, ik, ik, ik zorg nog wel dat dit gedaan komt. Ik heb nog twee weken om dit af te ronden. Heb ik een 91 graded kaart. Erbij. Plus het staat me nu toe dat als ik zijn 84 graded nu pack, Dan staat hij niet uh, erbij als duplicate. Pakken we natuurlijk ook gelijk even Lakazet mee. In het kader van als we dan toch allemaal glatis evoluties proberen te doen. Zeker omdat Lakazet ook zo'n kaart is die je nog wel vaker pakt. En nog de glow up. Ik weet niet wat ik voor de glow up doe. Ik wil hem... Nou kijk het ding is... Ik, ik wil er bijna de zin in zeggen, ik wil hem wel voltooien. Uh, en wat, er zitten een paar hele zieke opties bij. Alleen het ding is: in het gunstigste geval kost die evolutie 17 potten. En hoe je dat ook went of keert, dat, dat is gewoon best wel wat. You know, niet iedereen heeft daar zin in. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat jullie een goede dag hebben gehad. En dan, uh, ja, hopelijk uh, krijgen we allemaal later op deze dag uh, de Gjosselu-upgrade. Doei, doei.